Sterrenliefhebbers, opgelet. Want momenteel gloort komeet Neowise aan de sterrenhemel. Er zweven behoorlijk wat kometen door het heelal, maar de meeste zien we niet. Een komeet is als het ware een soort vieze sneeuwbal. Wanneer deze sneeuwbal richting de zon beweegt, dan verdampt het ijs en komt er stof en gruis tevoorschijn. Dit stof en gruis vormt als het ware een grote wolk rondom de komeet, welke zichtbaar is als een lichtende bal. Dit wordt de coma genoemd. Beweegt de komeet vervolgens nog dichter naar de zon, dan botst er zonnewind op de komeet. Deze sleurt bepaalde deeltjes mee en hierdoor wordt de staart van de komeet zichtbaar. Wil jij de komeet nou goed kunnen waarnemen? Dan heb ik een paar goede tips voor je. Zorg dat je je warm aankleedt, want we hebben koude nachten voor de boeg. Zorg ook dat je op een donker punt staat, want dan is de komeet het beste zichtbaar. Kijk in noordelijke richting, dan kan je hem eigenlijk niet missen. Hij is zichtbaar tussen 11:30 s'avonds en 5:00 s'nachts en op zijn helderst rond 2:30. En dit is echt een heel erg bijzonder verschijnsel. Het kan nog tientallen jaren duren voordat er weer iets vergelijkbaars voorbij komt en een komeet zo goed zichtbaar zal zijn. Dus grijp je kans en geniet ervan.